Ja, mijn fascinatie voor de Eerste Wereldoorlog is natuurlijk omdat het een oorlog is die in ieder geval het begin de pretentie had van een soort ridderlijkheid. En we gaan even een paar weken knokken, een veldtocht als heren onder elkaar. Maar dat wel met 20e eeuwse middelen. Dus daar is een soort schoon ideaal tezamengekomen met een uitputtingsoorlog. Bijvoorbeeld de hele ontwikkeling van Flevoland en alles is ook door de Eerste Wereldoorlog. We moeten ons eigen landbouwareaal hebben. Nederland krijgt natuurlijk heel veel vluchtelingen, maar ook militairen die deserteerden, die vluchten, die gevangen werden genomen. En die belanden dan, en moesten ergens ondergebracht worden, onder meer in Urk. Het is november 1918. Na 4 jaar bloedige strijd komt een einde aan de Eerste Wereldoorlog. Een ongekend grote oorlog. Europa was verwikkeld in een bloedige strijd die grotendeels afspeelde in loopgraven. Het kostte 20 miljoen mensen het leven. Verschillende landen gaan de strijd met elkaar aan. Maar Nederland kiest geen partij en blijft neutraal. Het wil koste wat kost buiten de strijd blijven. En dit viel niet mee. Nederland was verwikkeld in een eigen strijd. Een strijd tegen het water. De gevaarlijke Zuiderzee eist slachtoffers. Een plan wordt gemaakt om deze zee voor eens en altijd te bedwingen. Toch gaat de strijd in Europa Nederland niet zonder slag of stoot voorbij. Buitenlandse militairen komen, per ongeluk of niet, op Nederlands grondgebied terecht. De officieren worden direct vastgezet in zogenoemde interneringskampen. Zoals op Urk, toen nog een eiland in de Zuiderzee. Met het interneren van buitenlandse officieren wil Nederland haar neutraliteit veiligstellen. Rainey did not return. I was not too downcast over his absence, as I felt certain that he would turn up sooner or later, as he was such a redoubtable fellow, competent to get out of any trouble. This is about Thomas Alfred Rainey, who was a pilot in the Royal Naval Air Service during the First World War, in fact from the beginning of the First World War in 1914. He was on a bombing mission, he got wounded and he was forced to land in the Netherlands where he was interned. I did look up on the web and find out where it was, but it didn't look like an island to me. But I later found out that in fact it was an island that has since been joined up to the mainland. Ben, en dehors du nom, non, je ne connais pas Urk. Je sais que ben, c'était une île où, voilà, où mon père a été, mon grand-père a été prisonnier, mais je ne connais pas plus que ça. Non. Donc voilà le type d'avion que pilotait mon grand-père pendant la Première Guerre mondiale et sur lequel il a probablement été abattu avant d'être fait prisonnier. Qui s'est très vite engagé dans l'armée de l'air française. Et donc à ce titre, il a fait la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale. Bah, j'ai pas forcément beaucoup de détails là-dessus, parce que je n'ai pas retrouvé les carnets de vol justement où il narrait cet atterrissage. Mais c'est vrai qu'il a été, abattu au-dessus des lignes ennemies. Et il a pu, à un moment donné, atterrir donc en Hollande. De Franse piloot Joseph Coutisson wordt net als zijn Britse bondgenoot Thomas Rainey vastgezet in het kamp op Urk. Ja, verover mij dat land. Ja, dat is hem. Oké, okay. Nou, dan nemen we hem mee. Men maakt de zee tot land.
het land tot schone steden. De droogmaking van de Zuiderzee staat erboven. Het is gepubliceerd, deze prachtige prent, in de Amsterdammer, het Weekblad voor Nederland, van 16 februari 1918. En dan moet je je voorstellen, de wereld was in oorlog. De Eerste Wereldoorlog was in volle gang. En wat zie je op deze prent? Je ziet hier dus Neptunus. Neptunus wordt verdreven. Nou, en natuurlijk is dit het Nederlandse leger, maar dat bestaat niet uit kanonnen, maar uit zo'n stoommachine. En dit is bijzonder mooi samengevat van wij gaan geen andere volken veroveren, geen andere landen veroveren, maar we gaan de zee veroveren. We gaan een nieuw land maken. En dat wordt hier prachtig verbeeld. Wat er ook heeft plaatsgevonden in 1916, een enorme natuurramp in Nederland. Een deel van Noord-Holland is overstroomd. En de angst zat er zeker goed in. Dus dat zijn onze slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog geweest. Een natuurramp. Maar tegelijkertijd was er ook voedselschaarste. Dus dat nieuwe land, daar kon koren op verbouwd worden. Daar kon je allemaal landbouwproducten. Nederland moest zelfvoorzienend zijn. Zulke soort gedachten speelden een ongelooflijk belangrijke rol in die tijd. De zelfstandigheid van Nederland ten opzichte van het buitenland, dat het ook een van een heel belangrijk criterium werd om die Zuiderzeewet te krijgen, om dat nieuwe land te gaan winnen. Op 21 maart 1918 wordt de wet aangenomen die zorgt voor de afsluiting van de Zuiderzee en de drooglegging van Flevoland. De Zuiderzeewet werd op 14 juni 1918 afgekondigd in het Staatsblad. Nog voor het einde van de Eerste Wereldoorlog. Europa is nog in gevecht. Maar Nederland lijkt de strijd tegen het water te winnen. Studenten van de Kunstacademie in Den Bosch maken animaties over de Eerste Wereldoorlog in Nederland. Urk is nu geen eiland meer, het is bij de polder aangetrokken. Maar vroeger was het een eiland van ongeveer 80 hectare. Dat is met een uur heb je het hele eiland rondgelopen, dus dat is niet heel groot. En er was hier tijdens de Eerste Wereldoorlog ook een interneringskamp op Urk, toch? Klopt. Klopt, er was een interneringskamp tussen eind 1914 en 1918, het einde van de oorlog. En daarin werden vluchtgevaarlijke officieren uit België, Frankrijk en Engeland opgevangen. En waarom dan precies hier op Urk? Dat was hier op Urk omdat Urk natuurlijk midden in de Zuiderzee lag. En dat betekende dat als ze zouden willen ontsnappen, ze in eerste instantie die zee nog moesten doorkruisen. En dat was een behoorlijke barrière. Ja, dus dat was wat lastiger voor ze. They were offered the chance to give their parole, which is a statement on the word of a gentleman, usually officers, to stay put on in their sort of local position. But if you gave your parole, you could actually go out and get yourself a job, or even, in some cases, you could go home and visit your family, provided you gave your word that you would return. Rainey chose not to do this, and consequently he was stuck on the island forever in a state of incarceration, really. Oui, aux Pays-Bas, donc il a été interné dans un camp de prisonniers dans l'île. Et puis donc lui, il n'a eu de cesse de vouloir s'évader, parce que c'était à l'époque, c'était un peu les aviateurs dans l'armée, c'était aussi un peu des aristocrates, donc ils étaient ils étaient quelque part moralement tenus de tout faire pour essayer de s'évader.
Donc les camps n'étaient pas, comme c'était pas des camps allemands, c'était des camps hollandais de pays neutres, c'était pas non plus des camps d'une très très grande sévérité. Hein, ils étaient parqués, mais bon, ils avaient quand même une certaine souplesse, je dirais, pour des prisonniers. Hoe zag het kamp er eigenlijk uit? Het interneringskamp hebben we een mooie luchtfoto van. Die is hier. Stond, hier is de vuurtoren, daar is een klein kerkje en daartussenin hebben ze het kamp gebouwd. Ontsnappen was echt heel erg lastig en met goede reden ook, want ze waren allemaal eigenlijk wel van plan om te ontsnappen. Dat was echt wel een van de dingen waar ze heel erg druk mee waren. Deze meneer is de eerste die een hele goede poging heeft ondernomen en dat is Thomas Rainey, een Britse piloot. Hij is in mei 1915, is hij tijdens een wandeling in het water gesprongen. Hij heeft eerst kleren uitgetrokken, is in het water gesprongen en heeft 5 kilometer gezwommen naar een boot die op hem lag te wachten met onder andere zijn zus en een Belgische handlanger. En heeft het tot Edam gehaald, waar hij dan 's avonds pas is weer is opgepakt. And on the island of Urk, when he was returned after his escape, he was getting really more and more homesick. And so he tried all sorts of things to make life a little bit more difficult to the guards by hiding himself away and causing all sorts of searches being made on his behalf. But he'd then suddenly reappear from his hide place and say, what's going on? What's happening here? But even that was not, although it was annoying to the people of the town and also of the guards, he wasn't getting anywhere. So he tended to act mad, and he was taken down to a hospital in Amsterdam, and from there he was taken to The Hague to recuperate. In The Hague, they asked him, well, why don't you give us your parole? What do I have to do, says Rainey. And they said, well, you write a note saying, I hereby give my word that I will not attempt to escape. Okay. So they provided him with pencil and paper, and he wrote, I hereby give my word that I will attempt to escape, signed T.A. Rainey. That's fine, they said. You can go and have a walk around town now if you wish. You know, you don't have to have a guard. So he did that, and he made his way down to the docks at Scheveningen. And the next thing we know, 2 days later, he's in London, England. Avec, je crois qu'avec un de ses collègues, alors je ne sais plus si c'est son mécanicien ou un autre aviateur qui était prisonnier, ils ont eu l'idée de creuser un tunnel pour passer sous les lignes du camp de prisonniers et pouvoir ainsi ensuite quitter l'île sur un bateau et s'évader. Alors je sais que la première fois ils ont été pris, c'est-à-dire qu'ils ont été découverts en train de creuser ce tunnel, donc ils ont été mis sous un régime un petit peu plus sévère. Et puis je crois que c'est à la deuxième tentative qu'il a pu s'évader. Il a pu s'évader et donc passer sous les lignes du camp de prisonniers. Il a pu trouver un bateau pour quitter l'île. Op de Franse nationale feestdag, 14 juli 1916, weet Courtison te ontsnappen van Urk. Il a quitté l'île et il a été recueilli, je ne sais plus dans quelle ville hollandaise, par un couple, qui était un couple le mari était hollandais et la femme était française. Voilà. Et en fait, il est tombé amoureux de cette femme. Et cette femme, c'est ma grand-mère. Après, quelques années après, on le voit ici, là, il avait pris quelques kilos avec mon père qui était tout jeune, et donc ma grand-mère euh,
qu'il avait rencontré en Hollande, donc comme je vous l'ai décrit. And he needed to remember his friends back on the island of Urk. And so what he did was to go to the post office and he sent them a telegram. And what he said was two words, all right, and cheers. Eén klein woordje niet opschrijven. Voor Rainey was dat de weg naar vrijheid. Puur door het geluk dat de Nederlandse bewakers zijn erewoord niet goed lazen. De strijdlust van Rainey had de toon gezet. De studenten van de kunstacademie zijn klaar met hun animatieopdracht. In Nederland werden we aangehouden. We mochten niet meer vechten vanuit een neutraal land. Ze vroegen ons om erewoord te geven. We moesten stoppen met vechten, maar dat konden we niet doen. Onze eed verbiedt het ons. We werden gedemobiliseerd en vervolgens geïnterneerd in een kamp op een eiland midden in de Zuiderzee. Een kamp op Urk. De omstandigheden hier zijn bar. De winters zijn koud en we hebben honger. 1914. Er is een wereldwijde oorlog uitgebroken. Nederland blijft onafhankelijk. Maar toch merken wij de gevolgen. De handel wordt steeds moeilijker. Veel schepen worden tot zinken gebracht. Jongens worden opgeroepen om aan de grenzen te staan. En op ons kleine vissersdorp Urk hebben ze een grote schuur gepland, waar ze krijgsgevangenen en legerofficieren gaan vastzetten. Ben, mon grand-père, oui, bien sûr, j'en suis fier, mais évidemment, parce que c'est, il a eu une conduite pendant la guerre qui était la conduite d'un militaire. Hein. Il a fait son devoir, mais peut-être un peu plus que son devoir, puisque il a à tout prix, il a voulu s'échapper pour continuer le combat, mais ce dont je suis à la limite le plus fier, c'est dans la participation qu'il a eue dans la Deuxième Guerre mondiale, parce que là il était un colonel de l'armée de l'air à la retraite à l'époque, mais il a été un des premiers résistants en France, quand la France a été occupée pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un des premiers résistants en France, vraiment un résistant de la première heure, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde en France. Hein. Il y en a eu assez peu qui ont été résistants dès les années 40 et 41. Et à ce titre, d'ailleurs, il s'est fait arrêter par la Gestapo et déporté en tant que résistant à Buchenwald, voilà, dans un camp de concentration. Voilà. In Buchenwald wordt Coutisson vermoord. Na de Eerste Wereldoorlog blijft Rainey verbonden aan het leger. Hij is piloot bij de kort daarvoor opgerichte luchtmacht, de RAF. Hij sterft in 1955 in Southampton. Van het kamp op Urk is niets meer over. Op de plek waar Rainey en Coutisson vastzaten, staan nu huizen. Er is weinig dat nog herinnert aan de oorlog. Eigenlijk is de Eerste Wereldoorlog niet verwoestend genoeg geweest, want anders was de Tweede er niet gekomen. Dus je hebt overal die monumenten en nooit meer oorlog. In België heb je een groot oorlogsmonument aan de IJzer. Vlaanderen voor Christus en alles voor Vlaanderen. En dat is allemaal vanuit de gedachte nooit meer oorlog. En vervolgens was hij er 20 jaar later weer. Dus er zijn veel doden gevallen, maar hebben we er iets van geleerd? Het antwoord moet helaas nee zijn. Het heeft wel, denk ik, generaties lang in de grote landen littekens achtergelaten. Ja. Maar het is, kennelijk heeft de mensheid er toch niet echt van geleerd.